Die is halverwege de Tjarda-bocht. Tweede plaats daarachter voor Gideon Harenka. Die maakt op dit moment weinig impact op Dusty Willem. John de Leeuw gaat er eens even lekker voor zitten. Normaal gesproken heeft hij dan altijd nog wat extra trucs en trucendozen in petto. Maar die heeft hij helemaal niet nodig op dit moment. Dusty Willem ligt ruim voor de andere deelnemer. Gideon Harenka gaan op weg naar de streep. En als we klappen voor Gwendolyn Flevo, kunnen we dat ook doen voor Dusty Willem. Daar komt Dusty Willem aan. Wint hier heel makkelijk voor Stal PD. Die gisteren weer investeerde in mooi materiaal. Wint hier met een ruime voorsprong. De tweede plaats is voor Gideon Harenka. En Greek F. Boko heeft vandaag een pechdag. Uitslag is alweer officieel, dames en heren. De koers het gewonnen door paard nummer 1, Gusty Rhythm, John de Leeuw. En de tweede aankomende was de 3, Gideon Harenka. Dat het niet altijd te langzaam hoeft te gaan in een koers met weinig paarden, dat onderstreept Gusty Rhythm hier. Want die wint in een tijd van 1:14.8. Geweldige prestatie, Breeders' Crown waardig 1:14.8 voor de winnaar Gusty Rhythm. Een vierjarige bruinerijn Quiet Easy at Rhythm and Speed, gefokt door mevrouw Terpstra, bezit van Stal PD, trainer Bas Krebas, rijder John de Leeuw. De start is gevallen. Deelnemers zijn onderweg. Breeders' Crown G voor Hengsten en Ruinsen. De leiding wordt heel makkelijk genomen door Greek F. Boko met Robin Bakker. Tweede plaats daarachter is voor Gusty Rhythm. Galoppaden van Greek F. Boko de eerste bocht in. Dat is nou pech in een veldje van 3 en dan springen. Robin Bakker heeft hem inmiddels weer gezet, maar heeft nu 2 paarden voor zich. Gusty Rhythm leidt nu. Daarachter op de tweede plaats Gideon Harenka. En Greek F. Boko moet nu even de tanden op elkaar zetten. Is in ieder geval verzekerd van plaats 3. Die is altijd goed voor €660. Maar Bakker wil natuurlijk meer. Paarden in de rechte lijn overzijde. En die deelnemers gaan de rechte lijn overzijde door. Met aan de leiding Gusty Rhythm. Gusty Rhythm leidt op de tweede plaats daarachter Gideon Harenka. En aangesloten is alweer Greek F. Boko. Deze prijzenpot zelfs nog iets beter gevuld dan bij de Merries. Er zit €100 meer in, maar omdat je hem door 3 moet delen, ligt voor de winnaar net iets minder klaar dan €4.000. Nog altijd de moeite waard. En 15% fokpremie voor de fokker is ook lekker. 5% voor de hengstenhouder tikt ook fijn aan. En de deelnemers strijden daar nog steeds om. Ze gaan de linkerbocht door met nog altijd dezelfde leider. En dat is Gusty Rhythm. Gusty Rhythm, daarachter Gideon Harenka, de derby derde die weer helemaal in vorm is gekomen. De laatste tijd in Alkmaar hele mooie dingen laten zien. Jaap van Rijn was ook daar de rijder, zit er nu ook achter. En de derde plaats is voor Greek F. Boko, die onlangs een goede rentree maakte achter Flavius en vandaag zijn tweede koers loopt. Maar net zijn rijder een beetje verraste met een galoppade. De rijder gaat hem nu verrassen door het tweede spoor op te zoeken. En hij gaat op jacht naar Gusty Rhythm. Gusty Rhythm leidt, Greek F. Boko aan de buitenkant komt naast Gideon Harenka. En dan gaat hij weer van de benen, Greek F. Boko. Tweede galopaarde van Greek F. Boko, normaal gesproken. Nummer 2 galop. Is dan de koers voorbij en die is ook voorbij. De tweede dus uit en dan hebben we hetzelfde als ongeveer een kwartiertje geleden. 2 paarden tegen elkaar. Gusty Rhythm leidt. Gusty Rhythm gevolgd weer door Jaap van Rijn. Die gaat nu in de achtervolging op Gusty Rhythm met Gideon Harenka. De paarden zijn halverwege de rechte lijn overzijde. Gusty Rhythm leidt de zoon van Quiet Easy uit Rhythm and Speed. Zelfde bloed hadden we gisteren ook een paard van in de veiling. Van Can Rhythm, ook een product van Rhythm and Speed. En dit is Gusty Rhythm. Dit is dan het halfbroertje. En die leidt inmiddels. En die is halverwege de Tjarda-bocht. Tweede plaats daarachter van Gideon Harenka. Die maakt op dit moment weinig impact op Gusty Rhythm. John de Leeuw gaat er eens even lekker voor zitten. Normaal gesproken heeft hij dan altijd nog wat extra trucs en trucendozen in petto. Maar die heeft hij helemaal niet nodig op dit moment. Gusty Rhythm ligt ruim voor de andere deelnemer. Gideon Harenka gaan op weg naar de streep. En als we klappen voor Gwendolyn Flevo, kunnen we dat ook doen voor Gusty Rhythm. Daar komt Gusty Rhythm aan. Wint hier heel makkelijk voor Stal PD. Die gisteren weer investeerde in mooi materiaal. Wint hier met een ruime voorsprong. De tweede plaats is voor Gideon Harenka. En Greek F. Boko heeft vandaag een pechdag.